het uiterste zuiden van Zeeland, vlak tegen België aan, liggen de stad Aksel en het dorpje Sint-Jansteen. Beide de locatie van een overval. Aksel, Zeeuws-Vlaanderen. Het is een oude Zeeuwse vestingstad, iets ten zuiden van Terneuzen. In Aksel is één casino en dat is Casino Playland in de Zeestraat. Het casino is elke dag geopend van 10:00 ochtends tot 12:00 avonds. Op maandag 10 oktober om 11:30 avonds zitten hier in het casino 11 mensen en een kassier. Als hier vanaf de kaaiwal een donkere auto komt aanrijden. De auto rijdt tegen het verkeer de Zeestraat in en gaat hier midden op de weg stilstaan. 3 mannen springen uit de auto en rennen op Playland af. De 3 mannen forceren de deur die normaal van binnenuit geopend moet worden. Direct verdelen ze hun aandacht over de aanwezige klanten, terwijl een 4de dader ondertussen bij de voordeur de omgeving in de gaten houdt. Iedereen moet op de grond gaan liggen en de kassier moet zijn geld afgeven. Een 80-jarige vrouw die niet zo goed weet wat ze moet doen, wordt hardhandig door een van de daders op de grond gegooid en kneust daarbij haar ribben. Een paar mensen proberen te vluchten. Ze komen via deze achterdeur de binnenplaats op. Helaas worden ze gezien door de mannen. En ze moeten mee terug het casino in. Ook die klanten moeten dan op de grond gaan liggen. De daders blijven allemaal in de buurt van de kassa en rennen na zo'n 2 minuten met een fors bedrag het casino weer uit. Ze stappen daarna snel in de donkere auto die al die tijd op straat heeft stilgestaan. Maar één van hen is niet zo snel en bijna rijden ze zonder hem weg. De mannen slaan linksaf op de T-splitsing en rijden weg richting de rotonde op de Oranjestraat. Hier nog een keer die ongenadig harde duw die een 80-jarige vrouw van de overvallers krijgt. Die overvallers zijn 4 blanke tot licht getinte mannen. We gaan ze even stuk voor stuk bekijken. De eerste man die het casino binnenkomt is ongeveer 1,65 meter tot 1,70 meter lang. Hij draagt donkere kleding en zijn jas heeft een wiebertjesmotief. Hij lijkt een soort werkschoenen aan te hebben en zwaait in het rond met zijn wapen. De tweede is deze man die zijn jas met lichte schouderstukken binnenste buiten lijkt te dragen. Hij is ongeveer 1,70 à 1,75 lang en draagt een donkere en een witte handschoen en witte schoenen. En verder probeert hij steeds angstvallig zijn sjaal voor zijn gezicht te houden, terwijl hij vooral de kassier met zijn wapen bedreigt. En de dader die uiteindelijk het geld in zijn rugzak doet is deze man van ongeveer 1,65 tot 1,70 lang. Hij heeft kort geschoren haar en draagt een opvallende sjaal voor zijn mond. Hij heeft een donkere driekwart jas aan en een zwarte Adidasbroek met rode biezen. De 4de dader staat de hele tijd bij de deur te wachten. Hij is de langste van het hele stel. Hij draagt naast zijn bivakmuts en handschoenen een donker vest met lichte banen over de borst en armen, een donkere joggingbroek en witte sportschoenen. Ook opvallend is dat tijdens de overval een van deze daders nog de naam noemde van de kassier. Herkent u deze 4 gewapende daders of heeft u ze in hun auto gezien? Maandagavond 10 oktober, voor of na de overval rond 11:30, bel dan naar onze tiplijn.